Welkom allemaal in deze speciale week. De week dat iedereen leest. Oh, wij nemen jullie voor de laatste keer mee naar de familie van Voorlezen en de Zeven Geitjes. Het was een sombere dag. De boze wolf was langsgekomen omdat mevrouwtje van Voorlezen naar de markt was gegaan. En het was plezant in het begin. Ja, ze speelden spelletjes met witte pootjes en zo. Maar toen die kleine geitjes een beetje plezierig geitjes werden en elkaar in de beek hadden geduwd, was de wolf heel boos geworden. Hij had ze in bed gestopt, zonder een verhaal voor te lezen. Dat was het ergste wat er kon gebeuren. En toen mevrouwtje van Voorlezen dat hoorde, ze duwde die wolf zelf in de beek. Ze liet hem niet verdrinken, nee. Maar ze riep hem toe dat ze als straf een verhaal over hem zou schrijven. En ze zou het aan alle geitjes van de hele wereld vertellen. Dat deed ze. Voorlezen is geen verhaal van straf toch, maar een verhaal van vreugde, interactie, rem, poëzie, avontuur en vooral plezier.